en 7. Kunst zei de spinnerij Nijma, of de Vasim. In 1928 richtte Michel Bury samen met 3 anderen de kunstzijde spinnerij Nijma op. Als vestigingsplaats koos hij Nijmegen vanwege de aanwezigheid van goedkope arbeidskrachten en een geschikt bouwperceel aan de Waal. Bij de productie van rayon is veel water nodig. De naam Nijma is een afkorting van Nijmegen, de NI, en MA van Maastricht. Maastricht was de geboorteplaats van Michel Bury. In de 19e eeuw ontwikkelde men een proces waarbij uit houtpulp afkomstige cellulose, viscose, werd gewonnen. Dat stroperige goedje gebruikte men om rayongaarden van te spinnen. Van rayongaarden weefde men weer een stof die glanst en voelt als zijde. Deze stof gebruikte men voor kleding, maar werd ook in de bandenindustrie verwerkt om rubber te verstevigen. Ondanks moordende concurrentie, de economische crisis van de jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog groeide Nijma uit tot een belangrijke toeleverancier voor de textiel- en bandenindustrie in binnen- en buitenland. Vandaar dat Michel Bury in 1948 een continu spinnerijmachine bouwde. Op een continu spinnerijmachine gebeurt het hele proces. Het spinnen tot en met het twijnen, op één en dezelfde machine. Twijnen is het om elkaar heen draaien van meerdere enkelvoudige draadjes. Op het hoogtepunt van Nijma telde het bedrijf meer dan 2100 werknemers. Het was het grootste bedrijf van Nijmegen. Toen de assetmarkt van rayongaarden in de jaren 60 volledig instortte, kwam het bedrijf in zwaar weer en sloot Nijma in 1969 haar deuren. Echter, al een jaar later, in 1970, maakte het een doorstart. In 1986 kwam het in handen van een Finse onderneming. De naam Nijma verdween van het toneel. In datzelfde jaar en op hetzelfde terrein vestigde de vlieggasfabriek Vasim. Deze vlieggasfabriek produceerde kunstgrind uit vlieggas. Maar door dat proces kreeg de aangrenzende woonwijk veel last van de vlieggaskorrels die op het terrein werden opgeslagen. Na jarenlange protesten stopte het bedrijf in 2000. De hallen stonden niet lang leeg. Kunstenaars vulden de verlaten gebouwen onder de naam Cultuurspinnerij de Vasim. Nu biedt de Vasim ruimte aan meer dan 40 huurders, zoals kunstenaars, theatergroepen en facilitair ondersteunende bedrijven. Maar de hal is zo groot dat men deze ook gebruikt als theaterzaal en expositiehal. Zelfs concerten en feesten worden hier gehouden. De artistieke broedplaats Cultuurspinnerij de Vasim is geboren. En bovenin, helemaal bovenin, in de krochten van de kunstzijde spinnerij, zijn hele grote propellers. Onze geffer, degene die het licht regelt, gaf er een stevige zwengel aan. Gelukkig hebben we nog meer geffers bij het multimediateam.